Even kijken hoor, ik heb hier Selena en Michiel. Michiel. Zijn jullie familie, vertel? Ja, dit is mijn vader. Ja, dit is mijn vader. Ja, okay. Ja, ja. En jullie zitten ze in welk team doen jullie mee? Nee, dit is individueel. Is individueel? Ja, ja. Samen de berg op. Ja, ja. Ja, ik moet omdat zij moet, hè? Zij is nog geen 18, dus ik moet mee. Oh, dat is zo. Je moet als begeleider dan. Oh, dat wist ik ook. Onderbegeleiding. Tot 18 jaar zonder begeleiding. Ja. En ja, ik heb het al aan heel veel mensen vandaag gevraagd. Ook aan jullie. Hebben jullie speciaal iemand waarvoor je zegt, daar gaan we de berg op? Nou, ik fiets eigenlijk voor iedereen, want het is in onze familie niet speciaal iemand die eraan overleden is of die met de ziekte te maken heeft. Maar ja, we komen hier al zo lang. Dus eigenlijk gewoon fiets ik gewoon voor iedereen mee. Ja. Dus, ja, want hoe lang komen jullie hier al? Ja, dit is mijn 10e jaar. En voor jou? Ja, 10e jaar. Zo'n beetje. Ja, 10e jaar, ja. Jullie hebben dan, je zegt het, je bent nog geen 18 dan? Maar je komt al 10 jaar dan als mee als begeleider of ja, als begeleider of als meisje met. Ja, met ja. Ja. En jij deed al 10 jaar mee met de fiets? Nee, niet met de fiets. Eerste jaar wel en daarna niet meer, maar in de organisatie helpen. Ik zit in het brandweerteam en mijn vrouw zit in de organisatie, koersteam. Dus zodoende. En hoe vaak willen jullie naar boven? Nou, ik ga in ieder geval 1 keer omhoog en ik ga ook nog 1 keer lopen. En ja, ik denk dat het daar ook wel blijft, want echt trainingen zitten niet in. Druk bezet leven? Sorry? Je hebt een druk bezet leven? Ja, nee, ik heb eigenlijk ook maar 2 weken geleden, 3 weken geleden bedacht dat ik überhaupt zou gaan fietsen. Dus basisconditie, ja. Hè? Ja. En hoe zit het met jou? Veel getraind? Nou, helemaal niet, want ik weet pas sinds 3 weken dat ik naar boven moet. Dus jullie zijn gewoon toppers al zonder te trainen? Ja, blijkbaar. Hoor. Nou, leuk dat jullie even tijd hadden en heel veel succes, hè? Oké, dankjewel.